Voor het Weekjournaal, een uh, interview met uh, Roald de Vries, een echte dvs er. Piet. Ja, dat klopt, ja, uh, dat klopt inderdaad. Uh, hoeveel uh, jaar speel je nu al in het eerste? Uh, negende seizoen. Negende seizoen. Ja, uh, hoe oud uh, was je toen je in het eerste kwam? Uh, 18, 19. Zoiets hè? Je hebt heel veel uh, trainings meegemaakt, hè? daar kom ik straks even op terug. Hoe is het uh, persoonlijk uh, met je? Ja, prima. Ik vind je dit seizoen uh, uh, stralen. Bedankt. Ja, nee, dat gaat prima. Ja. Voetbal is leuk, maar uh, zijn belangrijke zaken, vind ik. Ja. En dan kom je achter als je wat ouder wordt. Ja, precies. Je zit in het onderwijs, hè? Ja, ook nog. En ook nog speciaal onderwijs. Ja, voortzettend speciaal onderwijs. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat? Hoe loopt dat? Uh, leuk. Elke dag pittig, maar uh, leuk. Leuke kinderen. Kinderen met allemaal uh, gedragsprobleem. Dus die kunnen elke dag weer anders reageren. Maar uh, ik ben zelf ook lekker druk, dus uh, meestal ben ik de baas. Ja. ja, precies. Hey, denk je dat je dat je, je hele leven uh, blijft doen, uh, het onderwijs? Uh, onderwijs denk ik wel, maar dit type denk ik niet. Want ik vind het best wel pittig dat je, je bent vaak bezig met uh, het herhalen van. Want ik denk, ja, als ik dit uh, gisteren bespreek en die dagen daarna zie ik het weer uh, de fout weer terugkomen. Ik denk, ja, waar zijn we dan mee bezig? Maar dat is natuurlijk het opvoeden van kinderen, is dat uh, logisch. Dus ik zit wel eens te denken, van misschien het reguliere onderwijs trekt me ook wel kun je echt iets meer op de didactiek gaan zitten dan op het pedagogisch gedeelte. Maar dat trekt mij zelf ook wel weer heel. Dus ja, ik heb eigenlijk geen idee. Voor nu vind ik dit prima en ik heb daar prima naar mijn zin dus. Denk je dat je er ook wel wat aan hebt als je omgaat met uh, 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 kinderen met gedragsproblemen? Dat je dan ook makkelijker omgaat met de gedragsproblemen van je teamgenoten? Ja, we hebben hier genoeg jongens met een gedragsprobleem zitten. En ook in de staf een aantal dus... Precies, dat, dat komt wel lekker uh, uit zo. Ja, ja, we hebben een keepestrainer die ook wel een uh, aantal uh, stoornissen heeft. Dus uh, ja die kan ik dan ook wel begeleiden uh, zeg maar, na mijn werktijd. Dan ga ik hier gewoon verder. Dus... Mooi is dat. En uh, met, met Basiel Kamara, hoe ga je daar uh, mee om uh, met dat uh, moeilijke jong? Uh, ja, die heeft, uh, is behoorlijk ODD. Dus uh, die bepaalt eigenlijk gewoon... Uh, twee is nee, dat is eigenlijk Basiel. Dus die bepaalt gewoon eigenlijk wat hij zelf doet. Dus daar moet je dan iets langer mee in gesprek, dan moet je af en toe even uh, mee knuffelen. En af en toe moet je hem even klein houden, maar dat nee, gaat prima. Je bent weer tweede aanvoerder dit jaar. Hoe vind jij dat het dit seizoen tot nog toe draait? Uh, te wisselvallig. Begonnen vond ik wel, ja, wel oké okay aan de competitie. Ik was ook wel benieuwd hoe we gingen starten, omdat we veel nieuwe jongens hebben en uh, nieuwe staf. Veel nieuwe jonge jongens ook vooral. Dus uh, ja, qua leeftijd zijn we wel wat uh, omlaag gegaan. Dus dan moet je altijd maar eens kijken van. Hey, hoe gaat dat uh, werken? Ja, wat ik zeg wisselvallig. Toch is de, de grote kern uh, nog heel duidelijk uh, aanwezig. Er is nauwelijks eigenlijk iets veranderd met het elftal van vorig jaar, het begin van het seizoen. Ja, dat kan kloppen, dan moet je terugkijken. Maar ik denk dat wij, types als Daan op goal, uh, Harry op het middenveld, uh, Modi op een gegeven moment ook wel echt goed ging doen. Die, ik denk dat je die wel mist van de as van het veld. Dat creatieve gedeelte van uh, Pinacci. Ja, creatief, maar ook wel uh, de ervaring van hem vind ik. ik, bedoel, ik vind, dat vond ik wel, uh, ja, het was uh, een klootzak. Buiten het veld vonden velen. Ik niet, maar uh, ja binnen het veld was hij het ook. En dat heb je. Uh, ja, ik zie niet dat je dat nu per se mist. Maar uh, dat zijn wel jongens die, uh, ja, die je ja, soms in wedstrijden wel eens mist, ja. Heel veel supporters, en, uh, en ik zelf ook, hoor, leggen de lat hoog. En dat komt doordat we natuurlijk hier fantastische wedstrijden hebben gehad tegen IJsselmeer, volgens tegen Spakenburg. En toen was het echt hemelhoog juichend. Zo mooi en vaak ook prachtig combinatiespel. En dat, dat mist nu een beetje. En vandaar dat de supporters hier en daar ook een beetje beginnen te mokken. Snap je dat? Uh, ja en nee. Inderdaad, wat je zegt, de topklasse het eerste jaar met uh, Roland, uh, ja was fantastisch goed spel en uh, DVS was nieuw in de topklasse. Iedereen dacht: nou, DVS, gaan we even doen. Maar dat, werd, uh, dat seizoen wel, uh, ja, is anders gebleken. We hebben een heel goed seizoen gedraaid en de ploeg hadden meer moeite met ons dan dat ze denk, vooraf dachten. Uh, ja, dan, dat seizoen erna en dat, dit seizoen is, inderdaad, uh, ja, is het wat, uh, wat moeizamer. Het voetbal is wat minder. De resultaten zijn nog niet uh, derm dermate slecht, maar het voetbal is inderdaad uh, niet zoals het was. En, ja, wat ik zeg, de flair ja, mist wel wat, maar uh, het heeft ook wel te maken met de wisselingen, denk ik. Zit dat, je, je hebt diverse traders uh, uh, gehad hè. Uh, Henny het Hof, uh, denk ik, Jan Veldhuizen, die de boel redelijk vrij liet. En, en die, diezelfde Jan Veldhuizen, die de boel redelijk vrij liet, die liet jullie zo vrij voetballen. Dat, de, dat je daar echt enorm van kon genieten. Ja, klopt ook wel. Maar ik denk dat hij. Uh, ja, natuurlijk hij heeft ook wel zijn. Uh, zeg je dat, zijn uh, ja, visie op ons voetbal gelegd. Maar ik denk dat Henny dat in die vijf jaar ervoor... Uh, ja, behoorlijk heeft uh, neergezet. Waardoor je als trainer daarna wel uh, in een warm bad kwam. En hij heeft wel iets andere accenten neergelegd. Uh, iets meer uh, druk vooruit bijvoorbeeld, en iets meer het resultaat uh, erin gebracht. Uiteindelijk word je kampioen. Maar ik denk dat het wel 85% uh, ja, van het konto van hij niet of uh. praten jullie veel uh, met de spelers uh, uh, onderling. Heb je, daar, heb je daar de tijd voor? Of is, is de trainer echt alles bepalend uh, hierin? Over de visie? Of over... Ja, over visie en over ja, hoe, hoe wil je ballen ingespeeld hebben, wat, 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 wat is jouw sterke kant, wat, wat is je zwakke kant, et cetera. Ja, ik praat daar bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, uh, linkkant, met uh, voorheen Maurice uh, vaak voor me en uh, nu uh, vaak de laatste jaren Benjamin, ja, heb ik met die twee jongens wel veel contact. Of uh, middenvelders Kai of Mike, of wie er ook links half staat, dat is nu dit seizoen nog een beetje, uh, ja, ene week die, andere week die. Voor je bijvoorbeeld ook kan, waar ik uh, mee kon lezen en schrijven. Omdat ik daar veel. Uh, ja, daar praat je op een gegeven moment mee. En dan is op een gegeven moment. Uh, hoef je niks meer te zeggen. Maar dan is één oogcontact genoeg. Ik las op, uh, op een gegeven moment in de Stentor. een stukje over Pek Hollen. Staan derde, Draaien als een uh, tierenlier. En daar stond dus onder andere ook in. dat uh, de spelers. Uh, op hun, hun, hun beste positie uh, stonden. En dat dat de ontwikkeling. van die spelers. Uh, ja, steeds beter maakte eigenlijk. Ik heb zo nu dan het idee. Bij, uh, bij het eerste, ik weet niet hoe jij daarover denkt, dat uh, ja, de, ene, de ene keer staat Maurits op de tien en dan weer rechts. En Daniel ook weer net niet op zijn geliefde plekje et cetera. Denk je dat dat ook uh, scheelt? Ja, dat, absoluut. Ik denk dat Beth dat ook het liefst wil. Maar uh, ja, je hebt veel nieuwe spelers. En, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, iedereen moet op zijn favoriete plek stelen, inderdaad. Je weet, bij die wil graag op links spelen, maar ik denk het liefst op rechts. En misschien op tien van waar veel graag op tien spelen, Dus je hebt ook wel wat concurrentie waar je mee te maken hebt. Maar je bent ja, ja, als we nog zoeken naar wie waar uh, het beste kan staan. Inderdaad, achterin is het wel duidelijk. Keeper, nou dan heb je ook al meestal maar één iemand uh, te kiezen. Ja, op het middenveld met een aanval inderdaad zijn er nog wel wat wisselingen. Dus uh, Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Ja. Zo, zo duidelijk als het uh, achterin is, zo onduidelijk is het vaak nog uh, op middenveld en uh, voorin. Uh, ja, ik, ik, ik hoop dat de creativiteit weer een beetje terugkomt. En dat hoop jij, denk ik, zelf ook wel. Ja, absoluut. Ja, daar zijn we uiteindelijk wel. Uh, waar we nu staan met DVS uh, in al die jaren, is wel door de creativiteit en door het voetbalgedeelte, ballen, laag houden, positiespel, driehoekjes. Daar zijn we uh, gepromoveerd en kampioen geworden. Daar beginnen we aanstaande zaterdag mee, goed? Ja, uit van dam. Hey, krijgen we nog een uh, de Vriesje? Meterje of uh, 50. Ah, Von het Dam uh, de vorige keer uh, goed in, maar dat is wel een tijdje geleden. Ja. Misschien werd het wel een keer tijd weer. Uh, wordt het een keer tijd weer om te doen, ja kijken we gewoon weer af. Hè. Die jongens van de camera die gaan op het moment dat wij het erover hebben, dit ongetwijfeld nog weer eventjes erop zetten. Want het was al een hoogtepuntje, De Vriesje. Ja, dat was een uh, mooi goal, ja. Maurice de Ruiter wist goed mee terug te verdedigen. Hij heeft uiteindelijk wel een beetje kramp. Joran. Ja! Roald de Vries! Te ver voor zijn doel staan. En vanaf 50 meter, ja ja, 50 meter, knalt hij de bal in het doel. En bedankt voor dit interview. Ja, graag gedaan.